Beste vrienden, kijk naar wie we kijken. Dit is Ginny Mooi. Dag Ginny. Goedemiddag. Dag. En Ginny is antropologe en Ginny is ook lid van het Red Team. Die het kabinet, zeg maar, van de buitenkant af adviezen influistert over de corona. Nou ja, we staan eigenlijk op een kruispunt, Ginny, op dit moment. Ja, zo voelen wij die, maar ik heb niet de indruk dat het kabinet dat nog zo voelt. Nee, maar, het is wel zo. Ik heb het idee dat we, ja, wat moeten we nou? Linksaf, rechtsaf, want ze gaan nu vergaderen in Den Haag. En wat zeg jij als Red Team? Wat zeg je, wat moeten we doen? Nou, wij hebben geadviseerd om om snel in een harde lockdown te gaan. Oh. En dat er dan zo min mogelijk sociaal verkeer is en zo min mogelijk mobiliteit om heel snel het aantal besmettingen in de samenleving terug te brengen. Ja, want ik moet even bijzeggen, jij bent gespecialiseerd in het gedrag, hè, van mensen, toch? Klopt. Natuurlijk, een virus verspreidt zich niet zonder mensen. En ja. Ons gedrag is eigenlijk de reden waarom zo'n virus zich verspreidt. Hè? Als we te dicht bij elkaar in de buurt komen of we komen met te veel mensen samen in een niet goed geventileerde ruimte, dan zal het virus zich verspreiden. Dus wil je zo'n virus in de hand houden, dan moeten wij ons eigenlijk heel erg strikt gaan gedragen. Dat is lastig. Dat is lastig als je dat een week moet doen. Dat is lastig als je het 2 weken moet doen. Maar ja, als je dat 8 maanden moet doen, dan wordt het steeds lastiger. Dus dat is heel menselijk. Eigenlijk willen we zoveel mogelijk vrijheid. En we willen ons leven leven. En daarin zullen we steeds heel optimistisch denken. Dat is mens eigen. Dat is geen verwijt. Maar zo werkt het gewoon. Maar als we daar als samenleving op gaan wachten, dan zijn we te laat. Wat moet het kabinet nu doen op dit moment? We zitten nu in het weekend, ze gaan morgen vergaderen. Maandag of dinsdag komt de persconferentie. Wat wil je horen? Ik wil eigenlijk horen dat het kabinet vooral snel handelt. Want snelheid is geboden met dit virus. En wat zij ook beslist te doen, hè, dat is natuurlijk aan het kabinet. Oké, okay, dus ze moeten opschieten. Ze moeten opschieten. Ja, dat sowieso. Want dit virus verspreidt zich exponentieel. Dus iedere dag die je verliest met zo'n hoge besmettingsgraad. Kijk. Jullie zeggen hard ingrijpen. Hoe ziet dat eruit, hard ingrijpen? Nou ja, in principe is het verstandigst als je het snelst wil doen. En ja, wij pleiten voor het allersnelst. Is als je echt alles stillegt wat niet noodzakelijk is om te overleven. Dus je vitale sector blijft overeind. Je cruciale beroepen die blijven overeind. Alles wat je nodig hebt voor je eerste levensbehoeften. Maar bijvoorbeeld ook voor de mentale eerste levensbehoefte voor sommige mensen. Die zaken moeten blijven draaien en de rest dicht. Dan gaat het hardst naar beneden en dan zijn we het snelst vanaf. Betekent dat iedereen in huis blijven? Gewoon thuis? Niet meer naar buiten? Ja, niet meer naar buiten. Ah, oké. Okay. Nou, dat heeft Nederland nog niet meegemaakt. Nee. Nou ja, ideaal gezien zou je willen dat mensen nog een wandeling zouden kunnen gaan maken. Ja. Het punt is wel dat als je dat doet, dat je ook veel handhaving op de been moet hebben. En dat heeft Nederland niet tot de beschikking. En vandaar dat wij zeggen, nou ja, gewoon volledig thuis. Alles dicht. Ja, ook iedereen in huis en klaar. En niet meer naar buiten. Ja. En niet meer naar buiten, helaas. Ja, dat is de snelste manier. Kijk, mensen worden natuurlijk een beetje wanhopig. En nou ik jou spreek, heb je nog een beetje optimisme voor de mensen? Heb je nog een beetje een zonnetje aan de horizon? Ik bedoel, wanneer kunnen we het normale leven weer een beetje terug verwachten? Nou ja, alles is afhankelijk van ons gedrag. En eigenlijk zouden we ons dat ook ter harte kunnen nemen. Ja. Wij zouden ook kunnen inzien, als wij zelf snel door willen en het leven weer normaal, dan moeten we soms misschien nu onze vrijheden opgeven en onze naasten beschermen. En als wij dat allemaal zouden doen, dan zou je geen maatregelen nodig hebben. Geen enkele, want dat doen we het uit onszelf. Ik begrijp heel erg goed dat we allemaal mensen zijn. En dat we gewoon allemaal door willen met het leven. Ja, en dat het te lang duurt. Ik begrijp het heel erg goed. Dus zeggen, gedraag je? Nee, ik begrijp het gedrag. Maar alsjeblieft, zie dat we soms gewoon even ons plezier moeten uitstellen om er later dubbel van te genieten. Wat je moet onthouden is dit.
als jij het virus krijgt, is het heel goed mogelijk dat je het aan niemand doorgeeft. Hartstikke mooi. Maar het is ook mogelijk dat je het aan 80 mensen doorgeeft. Het is mogelijk dat je het aan 1 persoon doorgeeft en dat die persoon het aan 80 personen doorgeeft. Jouw besmetting eindigt uiteindelijk bij mensen die die ziekte niet goed kunnen dragen, die in het ziekenhuis terechtkomen of die eraan sterven of het komt in de verpleeghuizen terecht. Zo werkt een keten van besmetting. Je hebt daar zelf erg een aandeel in. Jouw coronabesmetting komt uiteindelijk bij een ander terecht waar het niet mild voor zal verlopen. En dat is een hele verantwoordelijkheid en die moeten wij ook gaan inzien. Wat zou jij nu de Nederlanders willen adviseren? Wat voor gedrag moeten ze nu doen om veilig te blijven en anderen veilig te houden? Blijf zoveel mogelijk thuis met je eigen gezin. Ga niet bij anderen op bezoek. Ga niet samen in een geventileerde ruimte zitten. Want je hoeft dan niet eens dichtbij een andere persoon te komen om te besmetten. Want dan hangt het gewoon in de lucht, in die ruimte. Als je naar een winkel toe gaat, draag een mond-neusmasker en draag hem goed. Het beschermt jou een beetje voor het virus van anderen, maar vooral beschermt het anderen voor jouw eigen virus, waar soms je gewoon niet weet dat je besmet bent. Al 2 dagen voordat je zelf symptomen krijgt, ben je al besmettelijk. Je kunt het niet weten. Doe dat gewoon niet. Ga alleen naar de winkel als het strikt noodzakelijk is. Maar vooral, en wat we zien, is dat het zich voornamelijk verspreidt onder familieleden die dan toch bij elkaar gaan. En logisch, natuurlijk, en we willen elkaar knuffelen, maar je geeft elkaar misschien wel corona cadeau. En ik denk dat niemand dat wil en dat we ons echt moeten realiseren. Het knuffelen kan echt even wachten. Verzin een andere manier, maar houden van is op dit moment echt even afstand nemen. Afstand houden gewoon. Dus de elleboog kan dat wel, die elleboog. Is dat niet weer te dichtbij? Het is te dichtbij. Eigenlijk moet gewoon... Kijk, zie je? Dat vermoeden had ik al. Want ik doe af en toe wel eens een elleboogje en dan denk ik, is dat niet te dichtbij? Anderhalve meter is zeker een armlengte. Zeker een armlengte. Ja, het is te dichtbij. Ja, dus dan is dit niet goed. Ik ga ermee stoppen, gelijk met die elleboog. Je kunt... Je moet er een beetje in. Ook niet in box. De box is ook niet goed natuurlijk. Of wel? Nee, want je raakt elkaar aan. Eigenlijk moet je daarna gewoon goed je handen wassen. Want het blijft op handen, op je huid, blijft dat virus gewoon een tijdje leven. Dus als je iemand de box zou geven. Ook geen box. Als je daarna gewoon je handen kunt wassen zonder dat je de rest van je gezicht aanraakt, kun je een box doen. Maar ik geloof niet dat we allemaal een kraan in zeep bij ons hebben. Maar niet meer die en niet meer die. Allemaal niet. Het is voor je eigen bestwil, hoe vervelend het ook is. Want ik blijf het benadrukken. Ik snap echt dat het soms overdreven voelt, omdat je misschien niet ziek bent, maar je weet niet of iemand ziek is of dat jij dat zelf bij je draagt. En dat is echt iets, onthoud dat. Voordat je symptomen hebt, ben je al besmettelijk. Ja. En het is fijn om iemand aan te raken, maar niet als je daarbij een mogelijk dodelijke ziekte doorgeeft. Ja. En dat is iets... Wat we echt in ons achterhoofd moeten houden in deze tijd. Wat wil je horen maandag of dinsdag op die persconferentie van het kabinet? Ik wil graag horen hoe wij goed geïnformeerd gaan worden. Hoe onze premier ons gaat voorlichten. En ons meeneemt. Ons ook het gevoel geeft dat wij hieraan kunnen bijdragen. Want we missen een doel. We weten niet waarvoor we het doen. En dat zou ik heel graag willen horen. En jullie gaan natuurlijk door met het Red Team? Nou, ik denk dat wij ons daarop gaan bezinnen. Want we hebben alle adviezen uitgebracht. Dus wat valt er nog te zeggen? Ik denk dat wij dat goed met elkaar moeten bepalen. Of er nog iets te zeggen valt. En dan of het zin heeft om zo'n red team voor te zetten. Want het moet natuurlijk ook wel een basis hebben. En het wel zin als, hebben je alles, als je alles al hebt gezegd, dan kan je blijven herhalen. Maar nee, dat is waar. Dan voor iemand anders. Oh, dus het red team gaat zichzelf een beetje opheffen nu hierna? Ja. Wij bespreken nu of wij überhaupt nog iets kunnen bijdragen vanuit wetenschappelijke hoek. Hebben we echt alles al verteld? Is dat zo? Dan zullen we onszelf moeten opheffen, want dan heb je gewoon geen bestaansrecht meer.